Hoi, ik ga je vandaag laten zien hoe je vassen kunt maken. Ik doe dit met scheepjes Merino Soft in kleur nummer 626. Het is een 50 gram bol met 105 meter erop. Ik haak hem in 4,5, dus haaknaald 4,5. Dit is 50% superwash Merino wol, 50% micro en 25% acryl. Ik zei volgens mij 50% micro, maar het is 25%. Met haaknaald nummer 4,5 dus. Maar je kunt dit natuurlijk met elke haaknaald en elk garen doen waarmee jij het wilt haken. Eerst zet je een aantal lossen op. Dat heb ik al gedaan. Als je wilt weten hoe je lossen opzet, dan kun je mijn vorige filmpje bekijken. Ik zit even te kijken, ik heb mijn haaknaald er verkeerd door gedaan. Yes. Zo. Ik ga in de tweede losse ruimte, dus niet de eerste vanaf de haaknaald, maar de tweede ga ik onder twee lusjes door. En dit doe ik om een draad omhoog te kunnen brengen. Dat is een keer losse, zodat je werk straks mooi recht loopt in plaats van dat het schuin gaat. Dus ik haak in de tweede onder twee lusjes door, doe ik mijn haaknaald, haal ik het draad op en die trek ik door de losse ruimte. Heb je twee lusjes op je haaknaald staan. Ik sla het draad om en ik haal het door allebei de lusjes. Dit is een vaste. Volgende ga ik ook onder twee draadjes door. Haal mijn draad op, door de draadjes heen. Draad erom de haaknaald en hoppakee. Dat is je tweede vaste. Ik zou het nog even van dichtbij laten zien. Je doet je naald onder de twee lusjes door. Haalt je draad op door de lusjes heen. Twee lusjes op de haaknaald. Eén keer omslaan en door allebei de lusjes tegelijk. Doorsteken, draad ophalen, draad eromheen en doorhalen. Doorsteken, draad omslaan, nou kom op, ophalen, draad eromheen en er één keer door. Ik zal op het einde kom ik bij je terug en laat ik zien hoe je weer keert. Ik ben nu op het eind. Zo zien je vaste eruit. En wat je nu gaat doen is het volgende. Je maakt een losse. En je keert je werk gewoon om. Dus je draait het om. En dan deze steek, die extra losse die je net hebt gemaakt, die sla je over. En je gaat in de vaste steek. Daar maak je gewoon weer een vaste. Dus doorhalen, draad ophalen, omslaan, doorhalen. Dat is alles. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Zo ja, laat het me weten. En dan zie ik je graag snel weer. Dag!